advies te geven. Dank u wel. Ik neem het voorzitterschap van mevrouw Agema even over. En om even al te reageren op uw laatste verzoek. We kunnen dat in de procedurevergadering met elkaar bespreken. Ik geef het woord aan mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben werkelijk verbijsterd over de bijdrage hier van de Partij van de Arbeid. Er zijn in de afgelopen periode, toen de Partij van de Arbeid aan het roer stond, 37.000 mensen de verzorgingshuizen en verpleeghuizen uit ontslagen. Er zijn 77.000 mensen de hele zorg uit ontslagen. De verzorgingshuizen zijn gesloten, de huishoudelijke hulp is gehalveerd, de dagbesteding voor dementerende ouderen 90% weg. Dat zijn zomaar drie onderwerpen die al een groot project hadden mogen worden. Maar de Partij van de Arbeid wilde dat de zorg kapot ging. Wat is uw vraag? Is mijn vraag, hoe kunt u deze bijdrage doen? Waarom biedt u niet uw excuses aan de sector? Aan de medewerkers die hun baan zijn verloren? Waarom vraagt u hier actie van het kabinet waar u zelf heeft verzaakt? Waarom biedt u niet uw excuses aan? Dank u wel. Vraag is helder, mevrouw Dijksma. Hij doet het, voorzitter. Dat zal ik niet doen, omdat wij in de afgelopen jaren met vele anderen verantwoordelijkheid hebben genomen om in een tijd waarin het moeilijk was er wel voor te zorgen dat we ook met elkaar in de toekomst de zorg kunnen blijven betalen. En dan is het belangrijk aan de ene kant dat we heel goed zorgen voor de mensen die ziek zijn en die hulp nodig hebben. Maar aan de andere kant ook voor al die generaties die in de toekomst met elkaar die kosten moeten opbrengen. En dat blijft ook in de komende tijd een uitdaging. En is alles goed gegaan? Nee, dat denk ik niet. Er zijn ook dingen gebeurd waarvan ik denk, ja, daar moeten we op letten. Of dat is misschien een uitkomst geweest waar ik niet op alle momenten blij mee ben. En tegelijkertijd zie je dat we nu wel vooruit moeten. Het kan nu ook, want juist op dit moment is er ook financieel weer ruimte. Dank u wel. Ik geef hier het woord aan mevrouw Agema. Tot slot. Dank u wel, voorzitter. En hier ben ik nou zo verbijsterd over. Dat de Partij van de Arbeid kennelijk een beleid voorstaat dat als het economisch slechter gaat in het land, dat de alleroudsten, de mensen die afhankelijk van ons zijn, die niet meer kunnen gaan werken, die afhankelijk zijn van zorg, het kind van de rekening worden. Dat de alleroudsten de rekening kunnen betalen en als er later weer wel geld is, ja, dan zegt de Partij van de Arbeid, ja, ik vind nu dat er geld bij moet. Als de Partij van de Arbeid aan de knoppen zit, gaat alles kapot. En dan kan de Partij van de Arbeid hier wel zeggen, ik wil een groot project. De zorg is kapot. En ik vraag me echt werkelijk af hoe je een bijdrage kunt leveren hier aan het debat, terwijl er 77.000 mensen ontslagen zijn. Ik zou zeggen, had ze niet ontslagen? Mevrouw Agema, uw vraag. Ik vind het werkelijk waar van de zotte dat mevrouw Dijksma geen excuses maakt, maar zegt van ja, ik sta erachter, het was mijn beleid, we kijken nu naar de toekomst. En ik vraag me echt af dat als we in een tijd leven waarin als het economisch slechter gaat mensen hun zorg kwijtraken en als het beter gaat geld er weer bij komt, wat dit voor een beleid is wat de Partij van de Arbeid voor staat. Dank u wel. Tot slot mevrouw Dijksma. Ja, voorzitter, ik begrijp de gespeelde verbijstering van mevrouw Agema. Voorzitter, maar voorzitter, het gaat om heel oude mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ik wil niet vervelend doen. En ik vind dat mevrouw Dijksma... Mevrouw Agema, wilt u een punt van orde maken of wilt u mevrouw Dijksma even laten uitpraten? Mevrouw Dijksma heeft het over gespeeld. Nou, daar staat de acteur. Daar staat de acteur die nu zorgen heeft over 190.000 mensen die mevrouw nodig Agema, zijn. Dank u wel. Terwijl ze er zelf 77.000 heeft ontslagen. Ik zou zeggen, had ze niet ontslagen. Mevrouw Agema, dank u wel. Tot slot, mevrouw Dijksma. Ja, voorzitter. Ik ben inmiddels gewend dat in de wereld van de Partij voor de Vrijheid eigenlijk uiteindelijk altijd alles de schuld van de Partij van de Arbeid is. Gelukkig, voorzitter, is dat niet mijn wereldbeeld en met mij ook niet dat van vele anderen. Helder, ik geef en het... Voorzitter, ik geloof dat het wel mag dat ik na dit soort aantijgingen één ander... Zeker, maar ik merk wat herhaling en het duurt een beetje lang, dus we willen ook graag over, maar... Tot slot, u, als u wil. Nou, dat is ook graag. Nogal wat gezegd, lijkt mij. En het zou toch ook u sieren als u mij in de gelegenheid stelt om daarop te reageren. En wat ik wil zeggen is dit. Volgens mij is het juist belangrijk dat we, als het gaat om die arbeidsmarkt, gewoon op die punten waar we het eens zijn, samen optrekken. En ik begrijp gewoon niet waarom mevrouw Agema alleen maar de tegenstellingen opzoekt. Want dat is helemaal niet in het belang van al die mensen waar u en ook ik voor samen voor willen strijden. Dus ik zou tegen u zeggen, u mag elke dag van mij boos zijn, maar laten we ook die dingen doen die nodig zijn. Dat hebben we gedaan en dat zullen we ook blijven doen. Dank u wel, mevrouw Dijksma. Ik geef het voorzitterschap heel fijn weer over aan mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal niet meer reageren op mevrouw Dijksma, omdat ik nu de rol van voorzitter heb. Ik geef erom voor een interruptie het woord aan mevrouw Bergkamp, die een interruptie heeft voor mevrouw Dijksma. Ja, dank. Ik hoop dat u thuis allemaal nog kunt volgen hoe dit gaat. Maar...
Ja, toch nog even een vraag. Ik denk dat mevrouw Dijksma als geen ander ook goed...